Ik ben Marianne Strijbels, Forever 39. Ik ben een ondernemer en alles wat mooi is, kun je met mij krijgen. Mooie creaties, mooie huisinrichting, alles kun je vinden op de site van Marianne Strijbels Lifestyle. Gerard is een cadeautje van de hemel. We hebben het zo fijn samen en ik hoop dat het lang blijft. Ik hou van muziek en vooral klassiek muziek. De piano vind ik wel heel bijzonder en een viool vind ik ook prachtig. En een harp vind ik ook heel bijzonder. Daar komt ook zo'n mooie klank uit. Oh, Gerrit, dat is de dirigent die mijn les gaat geven. Hallo, Matti. Hallo, wat leuk. Ja, leuk. Heb je het kunnen vinden? Nou, het was even zoeken, want ik stond nog in de file. Ik moet dirigent zijn. Ik moet het hele orkest leiden. Maar ik krijg wel lessen hoor. Het is een beetje een lokale variant van het bekende televisieprogramma Maestro. Ik heb wel een beetje geoefend met het stokje, maar... Ja? Ja. En hoe voelt het? Ja, het voelt wel goed aan. Maar ik heb het blaadje al een beetje gestudeerd. Ja. De Maestro. Ja. Nou had ik wel iets gedacht. Dat ik aan de stoeltjes overal die kleurtjes een lintje aan ga doen. Dan weet ik wanneer dat ik rood, wanneer dat ik... geel, wanneer dat ik dat stokje moet gebruiken. Ah, ja, dat is best interessant, ja. Ja, daar had ik zelf nog niet aan gedacht eigenlijk, maar dat is wel een goed idee. Ja, dat gaan we doen. Toen ik dus gevraagd werd, toen vond ik het wel een uitdaging. En toen zei ik natuurlijk ja. En er zijn dus 7 bekende Brabanders die eraan meedoen. Ik heb hier dus de partituur van Belle of the Ball. Eigenlijk leuk! Het mooiste meisje op de party. De Belle of the Ball. Het mooiste meisje van het bal. Nou, dat past wel met mij. Het is maar goed dat ik noten kan lezen, hè? Ja, voilà. Ja, dan is het, dat is een groot voordeel. Ja, dat is het voordeel. Waar ik nu voor gevraagd ben, van Philips, het Harmonieorkest, vind ik wel heel... Dat vind ik echt een eer. Dat gaat me wel lukken, denk ik. Tuurlijk. We gaan ervoor. Lukken. Want ik ken beslist niet tegen mijn verlies, dus ik moet de winnaar zijn. Als ik aan het knikkeren was, dan moest ik winnen. Of aan kaarten. Ik heb laatst in een gezelschap gezeten en ik denk, hoe komt dat ik niet kan winnen? Maar ze waren vals aan het spelen. Maar ik had hem door. Ik zei, John, daar liggen wel kaarten op de grond. Hij zei, hoe kan dat nou, Marianne? Hoeveel lessen krijg ik van jullie? In principe zijn er 2 lessen voorzien per kandidaat. Ah, oké. Okay. Ja, ja. Maar goed, ik krijg geen strafpunten als ik een paar lessen meer pak, neem ik aan. Nee. Oké. Okay. Het gaat even om de beweging. Even kijken wat er natuurlijk in je zit. Ja, ja, dat is goed. Gerard? Lukt het? Die andere studeren, deze niet. Ja, we hebben dat net veranderd. Dat staat dus op het Demotica-systeem. En ja, het is toevallig van de week pas aangepast, maar het werkt nog niet helemaal. Ja, dan doe ik het zelf. Is die zenuwachtig? Hij lost het weer op. Maar dan zie ik dat kopje rooier worden en dan is hij heel stil en dan zie ik dat hij een beetje zenuwachtig wordt. Het is echt een lieverd. Hop, 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 hop. Ja, en dan moet een lichte puls in je poot zitten. Hop. 1, 2, 3. Het zit wel een beetje in mijn hoofd. 1, 2, 3. En sierlijk blijven. 1, 2, 3. Zeer goed. Ja, dit is al heel goed. Doe ik het niet een beetje overdreven? Nee, zeker niet. Zeker niet. Hij zei dat ik er wel gevoel voor had. Maar ik denk dat hij dat gezegd heeft dat ik mij op mijn gemak voel bij hem. Ik weet niet of het nou zo waar is. Zeer goed. En uw kleintjes? Ja, mooi. Als het sterk is, ga je groot. Ja, goed. Ik heb wel iets van overmacht dat ze naar me luisteren. En dat moet ik dus natuurlijk als ik zijn heel orkest dirigeer. Dan moeten ze wel goed luisteren naar mij. Anders komt er geen muziek uit. Kijk ook eerst iedereen even aan. Oké, nou doe ik het alleen. Ja, dat mag niet. Ja, dus. Ik moet eerst het orkest aankijken. Ja. Eén. Heel goed. En zet je benen altijd een beetje klem. Ja, dat is te veel. Dat moet nog sierlijk zijn. Een beetje... Ja, maar ik heb toch een lange jurk aan. Ik ga wel uitpakken. Met mijn kleding. En met mijn stokje. Die natuurlijke flow, dat vond ik al heel positief. Ja, nou dat was leuk te horen. Dat stimuleert natuurlijk. Ja, ja. Oké, Matti. Tot ziens. Bedankt hè. Ja, succes. Dag.
Welkom in mijn atelier. Ik heb het pas 3 weken en dan merk je nog dat er allerlei andere materialen moeten komen. Het voelt goed, ik ben heel blij op het atelier. Deze stof is ook heel leuk. Ja, dat is ook heel mooi. We gaan het eens eventjes... onder. Ja, met wit. Prachtig. Jennifer is eigenlijk de hoofdnaaister. Dat is een couturenaaister, briljant is ze. En dan kunnen we zo die 3-dimension die vogel erin doen. Ga eens eventjes kijken. 3D-vogel erbij. Ja, 3D-vogel erbij. Ik ga 2 jurken ontwerpen voor deze gelegenheid. Als ik in de finale kom, dan doe ik een andere jurk aan. Ik vind dit ook prachtig hoor. Dit vind ik ook een beetje zo echt voor zo zijn jurk. Of dat blauw. Wat vind je mijn mooiste kleuren dan? Wit ook mooi, hè? Witte, hè? Dus de jurk van de binnenkant, ja. Helemaal met dit. Dat is prachtig, hè? Ja, zeker. Prachtig, hè? De volgende keer is de laatste aflevering. Vergeet niet om te kijken. Dat wordt een hele speciale aflevering met heel groot nieuws.